Hi, ik ben Lene Bisschop en vandaag wil ik het met je hebben over moed hebben. Moed hebben voornamelijk om even helemaal niks te doen. Daar is best moed voor nodig. Het is zo dat we veel dingen doen vanuit de overtuiging dat het moet. Dat het moet gebeuren omdat er anders ja, het schema vaak loopt, bijvoorbeeld. Het kost ontzettend veel energie om al die dingen te moeten, terwijl je er eigenlijk geen voldoening uit haalt. Dus wat kunnen we eraan doen om dat te veranderen? We moeten ontzettend veel van onszelf. We moeten werken, we moeten eten koken, we moeten boodschappen doen, we moeten schoonmaken, we moeten verplicht op verjaardag bij je schoonmoeder, ik noem maar wat. Hè. Veel dingen waar we eigenlijk helemaal weinig zin in hebben, omdat we onze tijd eigenlijk liever aan iets anders zouden besteden. Maar goed, uit goed fatsoen of ja, omdat het zo hoort, doen we het gewoon. En het gevoel dat we iets moeten, dat kan heel beklemmend werken. Is een hele grote lijst van zaken die gedaan moeten worden. En als die klaar zijn, dan ligt er weer iets anders op je te wachten. Het huishouden is een prachtig mooi voorbeeld natuurlijk daarvan. Als de was eenmaal klaar is en weer schoon in de kast ligt, dan is die wasmand weer vol en dan kun je weer starten aan de volgende ronde. Dat is soms echt een never ending story. En de reden dat we zoveel moeten van onszelf is dat het vanuit onze normen en waarden we dat vastgelegd hebben in onszelf. We hebben het onszelf opgelegd dat we heel veel moeten. Het is gewoon de norm. En het is de manier waarop je leeft. En bijvoorbeeld kan het zo zijn dat je een schoon huis wil hebben, waar op zich helemaal niks mis mee is natuurlijk. Hè? Begrijp me niet verkeerd, het is juist heel fijn om een schoon huis te hebben. Maar je kan ook willen dat er niemand misgrijpt als er schone sokken nodig zijn. En dat is ook prima. En het kan ook zo zijn dat je je normen en waarden vanuit huis hebt meegekregen. Dus omdat het vroeger altijd gebeurde, doe je het nu ook. Bijvoorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat je als vrouw zijnde altijd eten kookt, omdat jouw moeder dat vroeger thuis ook altijd deed. Of dat je niet zeurt als er een klus thuis moet gebeuren, want dat is gewoon normaal en dat hoort erbij. En zo zijn er best wel veel dingen te bedenken die we eigenlijk vast in ons patroon moeten van onszelf, omdat het zo hoort. Een aantal voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld dagelijks stofzuigen, omdat het anders vies wordt. Zeker als je een hond of een kat hebt, dan is het niet meer dan normaal om dat te doen. Het aanrecht moet 's avonds leeg zijn, want de vaat moet weer gewoon in de kast staan en dan is het tenminste opgeruimd in de keuken. We moeten misschien 3 keer in de week sporten van onszelf, omdat we dan goed voor ons lichaam zorgen. Of misschien wordt er van je verwacht, of verwacht je van jezelf, dat je bij elke familieverplichting aanwezig bent. Of misschien vind je het raar om zomaar een dag vrij te nemen om te niksen en Netflix te kijken of een boek te lezen, omdat er op je werk gewoon best wel veel te doen is. Of misschien vind je het verplichting voor jezelf om de boel draaiende te houden, omdat anders niemand anders het doet. Nou, zo zijn er ontzettend veel voorbeelden te bedenken van dingen die we moeten van onszelf. Maar is het ook echt zo dat het moet? Moet je elke dag stofzuigen? Moet jij de boel draaiende houden? Of moet jij echt 3 keer in de week sporten? Wat gebeurt er als je even helemaal niks moet? Wat zou er gebeuren als je je partner vraagt om een keer eten te koken? Wat zou er gebeuren als jij, als je het kan betalen, een schoonmaakster neemt voor 1 keer in de week, die de grote klussen uit je handen neemt, zoals de ramen lappen, de boodschappen, nee, niet de boodschappen doen, maar ik wou zeggen de badkamer schoonmaken. Wat als je die dingen delegeren kunt naar een schoonmaakster? Of wat als je een keer sporten overslaat? Is er dan echt iets wat er gaat gebeuren? Hè? Als je even een momentje voor jezelf neemt wat niet met sporten gerelateerd is. Er is best wel veel moed voor nodig om even helemaal niks te moeten. En de teugels laten varen kan best lastig zijn. Ja, want we willen graag controle overal over hebben. En we willen graag dingen in een vast patroon en een vast ritme doen. Maar juist door even helemaal niks te moeten, kun je opladen. Ja, wanneer je ervoor kiest om een keer het aanrecht te laten zoals hij is en de bol te laten. En gewoon even lekker te gaan genieten van jouw favoriete serie op Netflix. Of een rondje te wandelen met de hond door de bos omdat je daar blij van wordt. Of noem maar op wat jouw energie en kracht geeft. Dan zul je zien dat je daardoor door het opladen veel blijer en positiever in het leven gaat staan uiteindelijk. Dat je daardoor meer energie krijgt.
En dat straalt ook weer uit op de mensen om je heen. Niemand verplicht jou om de boel thuis draaiende te houden. Dus stel je voor dat je een partner en twee kinderen hebt, dan kun je ook best wat aan hun delegeren. Want stel jij werkt part-time en je houdt het huishouden draaiend, dan heb je eigenlijk gewoon twee banen naast elkaar. Hè? En dat wordt vaak niet zo gezien door de mensen in jouw gezin, want die vinden het heel vanzelfsprekend dat jij die dingen doet. Maar dat is het niet. Zij kunnen ook prima hun was in de wasmand doen, of hun bordje in de vaatwasser zetten, of een ander klein ding doen, waardoor ze jou ontlasten. En al die kleine dingen bij elkaar, die zij prima kunnen doen, dat zorgt ervoor dat jij veel meer tijd en ruimte hebt om gewoon jezelf te zijn, in plaats van de huisvrouw. En dat is ook wat waard. Het is goed om daarover na te gaan denken. En ook gewoon eens een keer te proberen om de boel te laten en niet in de stress te schieten wanneer iets niet meteen gedaan wordt of niet meteen schoongemaakt wordt. Want dat scheelt jezelf echt ontzettend veel frustratie. En je zult zien dat door de boel te laten en even een uurtje muziek te luisteren of even een rondje te wandelen, je gewoon echt veel meer energie krijgt en ook gewoon een veel prettiger en gelukkiger persoon wordt. Dus probeer dat voor jezelf eens, want jij bent echt moeite waard om goed voor jezelf te zorgen en om plezier te hebben in wat je doet en hoe je het doet. Dus wat ik verder nog kwijt wil, is dat we ook misschien wat tijd en energie moeten stoppen in het managen van verwachtingen. Hè? Wat ik net ook al een beetje aangaf, het wordt heel erg als normaal gezien dat jij die dingen oppakt en dat jij die dingen doet, want zo gebeurt het altijd al. Je hebt het zelf aangeboden en dat patroon is er eigenlijk langzaam aan ingeslopen. Maar ga voor jezelf eens na van, is het ook echt wel nodig dat ik dat doe? En als ik het niet gedaan krijg, is er dan iemand anders die mij kan helpen? Kan mijn partner het doen? Kan mijn kinderen het doen? Kunnen we misschien meer ruimte creëren door een schoonmaakster in te gaan zetten? En als iemand wil dat jij het doet, geef dan ook aan wanneer je het kan doen. Als iemand wil dat jij een kapotte knoop aan een broek naait, geef dan gewoon aan van, joh, ik kom er pas volgende week aan toe. En als dat niet voldoende is, ga dan even naar de kledingmaker in de stad en laat het daar even doen. Ik denk, zo kan je ook verwachtingen managen en dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. En dan verwachten ze niet constant dat jij die dingen voor ze oppakt. En dat is ook wel een hele mooie stap om meer tijd voor jezelf te creëren om gewoon even helemaal niks te moeten. Dus probeer gewoon eens om wat meer rust voor jezelf te creëren in je dagpatroon. En neem gewoon eens een keer een vrije dag op, terwijl je helemaal niks hoeft. Terwijl je gewoon dingen kunt doen die jij echt leuk vindt. Misschien dat het een keertje raar voelt, hè, de eerste keer om dat te doen. Maar die vrije dagen, daar heb je gewoon echt recht op. Die zijn gewoon helemaal van jou. En die mag je gewoon helemaal indelen zoals je dat zelf wilt. En je hoeft niks op die dagen. En neem dat als insteek voor jezelf. En ga gewoon echt dingen doen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.